Tijdens de derde Zwoele Zomeravond in het Krullemullen Museum werd het project Briefgeheimen gepresenteerd. Initiatiefnemer Wim Brands verzamelde ook de geheimen van bezoekers. Nieuw Amsterdam-verslaggever Thomas Sikora keek over hun schouder mee om het mysterie rond het geheim te doorgronden. Ik denk dat het belang van het hebben van geheimen, maar ik bedenk dit niet ter plekke hoor, hetzelfde is als het hebben van dromen. Als je ze niet hebt, dan sterf je waarschijnlijk. Met dromen is dat zo, hè? Als je dromen onderbroken worden, dat hebben ze wel eens uitgevoerd, dat is niet goed voor je. Dat heeft te maken met je geestelijke volksgezondheid. En het hebben van geheimen volgens mij ook. Stel je voor dat je geen geheimen zou hebben. Dat kan niet goed zijn. Ik kies ervoor om met het geheim te leven, liever dan dat je een antwoord uit een boek haalt of zo. Ik geef mijn geheimen niet zomaar prijs, nee. Nee, maar los van nu, zeg maar, je hoeft ze nu niet vrij te geven, maar zou je ze eigenlijk niet liever de wereld in willen gooien? Of, nee. Nee, daarvoor zijn ze me te lief. Jij hebt ze lief? Ik hou van mijn geheimen, ja. Truus weet niet dat ik een homo ben en dat soort dingen. Ja, dat. Dan denk ik, vertel dat Truus dan even, joh. We doen er niet zo ingewikkeld over. Maar dat schijnt zo niet te gaan. Dat schijn je wel in de krant te zetten, maar dat schijn je Truus niet te vertellen. Ja, dat begrijp ik dus niet, maar dat... Maar het blijft anoniem, hè? Dat wel. Ja, daar heeft Truus mooi niks aan. Nee. De themaavond is geheimen. Bent u iemand die goed geheimen kan bewaren? Ja, uitstekend. Ik kan zwijgen als graf. Ja? En heeft u ook zelf veel geheimen? Nee. Dat spreekt u gewoon uit? Ja, inderdaad. En als ik ze wel zou hebben, zou ik zeggen dat ik ze niet zou hebben. Wat vindt u van het project? Nou, ik denk dat het dat jullie op een hele listige manier mensen geheimtjes ontfutselen. Ja, maar het blijft anoniem, hè? Dat is ook het idee van het project. Het blijft altijd anoniem. En die anonimiteit die gaat wel enigszins verloren als alles opgenomen en vastgelegd wordt op de video. Daar zit ik weer in café, overstuurd door zelfgevoel. Een erotische vertelling die ik met whisky overspoel. Daar zit ik weer in café. Hoe voelt dat nou? Opgelucht? Nou, ik ben inderdaad van een zware last verlost. Wat heb jij met geheimen? Ik openbaar ze misschien in mijn teksten. Geheimen kun je gebruiken als je weet wat iemand anders geheim is. Of wat diegene verborgen houdt. Of wat je zelf ook verborgen houdt. Daar speel je mee. Je laat steeds een stukje zien. En een gedicht heeft voor mij altijd een geheim in zich. Het is een soort benzine. Wat benzine is voor een auto, dat is een geheim of een droom voor ons. Zonder zijn we dood. Je moet open kunnen. Eens kijken wat er allemaal in zit. Tot nu toe. Nou, eens even kijken hoor. Geheimen. Ik haat het dat ik de geheimen van anderen niet mag misbruiken. Ik ben het leven soms... Ik ben het leven zat en ik wil en ik kan soms niet meer. Dat is een hele heftige, die zit er ook bij. Nog eentje. Soms eet ik chips, stiekem chocolade, terwijl ik zeg dat ik dat niet meer doe omdat ik af wil vallen. Ik heb zelf ook nog even een kaartje gehaald. En daar ga ik zo even lekker knippen en plakken. Dan ga ik mijn grote geheim even in de doos gooien. Overmand door zelfbesef. Confrontatie met het ego. Waardoor ik mezelf hier tref.